Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Felton Versailles begint als laatste. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want die stond als enige in het laatste vak. Galopade in de beginfase voor Dacan Turgo. Die wil de draf niet vatten. En het is Vade Scott die de leiding heeft genomen. Vade Scott heeft een kleine lengte voorsprong. 7, galop 7. Langs de finish zo dadelijk met een ronde te gaan. Met aan de kop Vade Scott. Een lengtevoorsprong op Dean Bross in derde positie. Volgt dan Graham Comfortal. Vierde stelling Almeric Duclos. De vijfde plaats voor Colt Turgo. Daarachter volgt Durk en Boko. Die wordt dan gevolgd door Bolit Saint-Onchois. En aangesloten laatst is Felton Versailles. Die hier onaangevochten en ongenaakbaar won bij de vorige meeting op het gras. De deelnemers komen de bocht door en gaan op weg naar de overzijde van de baan. We gaan zo dadelijk even over Mount Duindicht, zoals we dat dan zo mooi noemen. En alle paarden zullen daar waarschijnlijk toch al goed overheen gaan. Ja hoor, dat gaat allemaal perfect met Vade Scott als leider. Vade Scott heeft 3/4 lengte voorsprong. Tweede plaats is voor Dean Bross. Aangeklampt derde. Als de paarden dan halverwege de overzijde komen, is het Graham Comfortal. Dat zijn de eerste 3 paarden op dit ogenblik. Met wat verder weg in het veld, Almeric Duclos. Daarachter is het dan Colt Turgo. En achter Colt Turgo volgt Bolit Saint-Onchois. Daar komt aan de buitenzijde een opmars. En die opmars wordt gedaan door Durk en Boko. Die gaat nu van de achterste gelederen naar midveld. En komt nu zelfs voorin, ligt vierde paard. We gaan op weg naar de laatste bocht. Die gaan we nu ook indraaien. Met Vade Scott, die van start af aan al het initiatief heeft. De tweede plaats is dan voor Graham Comfortal. Aan de buitenzijde volgt Dean Bross. Daarachter volgt op de vierde plaats nu Durk en Boko. Die komt dichter en dichterbij. Daarachter Almeric Duclos. En zo komen de paarden dan de bocht door en op weg naar de laatste rechte lijn. Die wordt zo dadelijk aangesneden. Felton Versailles, die is al aangeklampt. En die ligt nu naast Colt Turgo. En zo komen de deelnemers dan richting laatste rechte lijn. 600 meter nog te gaan. Vade Scott leidt nog altijd. Vade Scott heeft het commando. Dean Bross aan de buitenzijde. Die probeert de aanval te openen. Durk en Boko die wordt nu naar het buitenste spoor gebracht. Maar die heeft daar toch wat problemen. Als de deelnemers dan de laatste fase inkomen. 6, galop 6. Deelnemers dan in de laatste 250 meter. Daar komt de stoomwals. Felton Versailles. Vorige keer ongenaakbaar en gaat proberen dat huzaar een stukje te herhalen. Bolit Saint-Onchois die probeert de tweede plaats te behalen. Maar Vade Scott ligt daar nog altijd bij. En ook zien we Graham Comfortal nog meevechten. Maar dit wordt weer voor Felton Versailles en Rick Ebbingen. Vade Scott tweede. Op de derde plaats is het Bolit Saint-Onchois. En daarachter zagen we dan nog Graham Comfortal.